welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ga de konijn even vrij laten. Vandaag is weer een drukke dag. Eerst naar school. Dan van school richting de begeleider. En dan van... Laten we terug naar huis, ja. De ander zit hier ook al te wachten. Ik ben ondertussen ook al live geweest op TikTok met Gieten. Die kent dat wel als Candy Pop Girl. Nee, dat is morgens nadenken ze. Daar ben ik mee live geweest even. En dat was wel leuk eigenlijk om even... Ja, ik wou wel lang live gaan, maar ja, het is niet dat wij niet lang live willen gaan. Maar ja, ik zit met school, dus... Ja, ik kan me niet op school zeggen, maar ja, maar we gaan even live met Gieten, hè. Op school, dus dat gaat niet. Maar het was wel leuk, omdat eigenlijk... Dat is eigenlijk... Ja, dat zijn goede vibes. En dat is wel leuk. Eigenlijk goede energie voor de kindjes die het niet begrijpen. Misschien begrijpen die dat allemaal wel, maar ja. Dus, daarom. En, daar zit de kat. Ritsen. Die zit te wachten op eten, dus die gaan we nog even eten geven. Dus eten, niet gesponsord. Eten is bijna op. Ja, dat is toch wel zo. Ja. Content. Monsieur. Tevreden. Ja, goed. De school is net uit. Dus het was wel leuk, het was heftig, maar het was leuk. En nu staan we hier aan de Witte Molen. Voor mensen die ons al langer volgen, die weten ook dat wij dicht tegen de Witte Molen wonen. Er mensen die ons nog maar pas volgen, die zullen dat niet weten. Eigenlijk. Maar dit is dus de Witte Molen. Mooi. Eigenlijk is toch een prachtige. Eigenlijk. Zoals je ziet. Mooi. Als het draait is het nog mooier. En daar hebben we zo'n pleintje zo. Leuk hè. En wij gaan nu nog even richting huiswaarts. Welkom in. Ik zeg zo. Ik bedoel, welkom. We zijn terug thuis. Mijn kat zit daar. Momenteel te liggen. Eigenlijk te. Laieren, zo kun je het eigenlijk noemen. Konijnen weet ik niet, zijn momenteel. Dat heb ik niet gezien. Dus dan weet ik eigenlijk niet wat die zijn. Maar in ieder geval, hier ligt de kat. En hier staat het paas. Figuur al op de kast eigenlijk. Dus dat is ook wel heel mooi. Om dat even te laten zien. Helemaal in Sinterklaas. Een paasstemming. Hoe komt het er toch op eigenlijk? Oh, ik laat het er gewoon in. Ik weet, ik heb me misproken mensen, maar ik laat het er gewoon in. Ik laat het er gewoon in. Mijn hersenen zijn zo moe dat die dat niet meer redden. Wij gaan de blauwe zak buiten zetten. Dat wil dus zeggen dat we weer buiten gaan. Dus ik heb net een duetje gedaan. Ik doe al vaker een duetje, maar echt een duetje waar ik heel de tijd al op geoefend heb. Echt opgeoefend, maar echt opgeoefend, hè. Dan is dat moment daar, moet je dat, ja, je kunt er kiezen wie je dat doet, maar stond nu toevallig aan met die persoon. En ik dacht van ja, bij Candy Pop Girl stond het eigenlijk aan. En dan moet je dat dansen, dat doe je 10 keer opnieuw. Dat dansen eigenlijk, ik dans zelf dat klopt niet, maar ik kan gewoon niet dansen. En ik heb het als ook niet goed gedanst en ik weet dat ook van mezelf. Maar ik heb het gewoon, ik wou het gewoon doen in mijn hoofd, moest ik dat ook gewoon doen. En dan heb ik dat ook gedaan. Dus even deze lege flessen mee pakken naar beneden. Dus denk wel. Ja, je hebt mensen die goed kunnen zingen, mensen die goed kunnen dansen. Je hebt mensen, ja. Iedereen heeft zijn eigen talent. En ik heb eigenlijk niet het danstalent meekregen, maar hoe? Ik vind het wel grappig eigenlijk. Dus ja, het heeft allemaal wel wat. Hè. Ik kan die even hier opzetten. De lasagne staat trouwens in de. Oven.
blauwe zak. Ik ga kijken of er nog dingen zijn. Ja, ik kan dat misschien wel openmaken. Waarom niet? Je wil er toch mee bezig zijn. De lasagne moet er ook nog even in die doos. Dit eten we ook nog. Dus dan kunnen we dat misschien beter al direct openmaken. Dan het te wachten. En dan... Je kunt ook de volgende keer meegeven, zodat daar niet van. Maar als je het nu al kunt meegeven, is het toch makkelijker. Je moet altijd een beetje ruimer denken, vind ik. Zo. Dus ik ga ook in de blauwe zak. Ik vind afval maakt je totaal niet blijkbaar. Heb ik toch de indruk dat ik niet zoveel afval maak sinds dat ik hier alleen ben. Zo. Ja. Dus dat heb ik toch de indruk. Misschien ben ik verkeerd, dat kan. In het begin zit ik altijd kei vol. Nu kan er nog de helft bij, maar ik kan het ook buiten omdat dat zo stinkt. Hè. Je kent dat wel, dat stinkt. Iedereen wel een blauwe zak kent. Dus ermee dat ik toch besloten heb om het nu weg te doen. Voilà. Zo. Ik hoop het altijd nu eens. Ik doe mijn flesjes. Dus ja, even halen. Zo, we zullen die naar buiten doen. Hè. Zo. Nog een lichtbrand in de gang. Staat zo. Ik denk, moest je dat filmen van de andere kant, dat zou uniek zijn. Leuk zo. Dus die valt toch nog een beetje op eigenlijk, vind ik. Hetzelfde gaat natuurlijk helemaal niet op. Dus het zijn allemaal taken die ook moeten gebeuren natuurlijk. Hè. Dat je dat ongelijk vindt of niet. Ja. Voilà. Staan daar allemaal de blauwe zakken die we daar gezet. Dus die staan daar nu in uw richting de garage terug. Er zijn wel wat plassen hier, maar het valt nog mee. Hier heb je dan zo de andere kant een beetje van het licht. Het druppelt wel, maar het is niet dat het echt zwaar aan het regenen is of zo. Dus dat is wel zijn voordeel. Dat is wel zijn voordeel, joh. Anders ben je toch wel goed nat. En dat is toch iets wat ik niet wil. Dat is goed nat zijn. Zo. Ik ben benieuwd hoe dat met de lasagne gaat zijn. In de oven. Zo. Voilà. Dus. Potjes uit. En veel bakje dicht. Zo. Het is de eerste keer dat ik dat doe. Over. Dus vond je dit een leuke video? Zeker dan, mocht je niet abonneren.